Toen hebben we de hond uitgelaten en toen zijn we nog gaan wieën. Toen heb ik met een vriendin elkaar gemapt. En dat klinkt nu heel plat. En dat is ook de bedoeling. Maar kijk, we hebben op de Wii hebben we gebokst en ik heb gewonnen. Zoals altijd natuurlijk. Ja, het is wel een van de weinige uitwedstrijden die ik heb gewonnen. Want altijd als Manon hier is, win ik de wedstrijd, win ik wedstrijdjes, spelletjes, weet ik veel wat. En als ik bij haar ben, dan verlies ik ze altijd. En ja. Bij Annelie heb ik dus gewonnen. Ja, het is een beetje laat aan het worden. Oh, wat is het? Een lang blok. Maar leuk, leuk. In ieder geval, toen heb ik dus gewonnen. Dit zeg ik al voor de 15.000 keer. Maar dat maakt niet uit. Oh ja. En Annelie heeft alles gefilmd en dreigt nu alles op internet te zetten. Ik ben er nog niet helemaal uit of ik dat goed, of ik dat leuk vind of niet. Aan de ene kant vind ik het leuk om terug te zien zelf, maar aan de andere kant, ja, is ook niet zo heel erg. Ja, je doet maar. Nou ja, en toen zijn we naar de bus gegaan. Oh, ik sla een heel stuk over. Dat komt waarschijnlijk omdat ik niet zo heel boeiend vond. Maar in Schoonhoven gingen we naar Zoes. En daar is de band van Jeroen van Koningsbrugge. Maar voor Zoes waren er nog twee andere bands. Waarvan ik de eerste de beste vond. Al vond ik ze wel een beetje te standaard in hun dingen. Maar ze waren wel gewoon echt goed. En alle bandleden swingen, zeg maar. En die deden lekker mee. En bij die tweede band, dat was echt bagger. Alleen het laatste nummer was een beetje aardig. En toen kwam Zoes dus. En ik vond het toch wel tegenvallen van Jeroen dat hij aan het roken was. Dat vond ik echt... Nee, dat vind ik gewoon slecht. Ik ben sowieso een beetje anti-roker. En anti-roken. Moet je dat. En helemaal bij mensen die zingen. Dan heb ik er echt zoiets van, doe niet. Maar goed. Ik was trouwens vreselijk moe daar. Ik was echt heel erg moe toen ik bij het optreden was. Ik had gelukkig wel oordoppen van Wendy. Had ik ze van Wendy? Volgens mij wel. Ja, ik was van Wendy. Denk ik. Dankjewel. In ieder geval, mijn oren zitten er nog in. Terwijl ik hele slechte muziek heb geluisterd. En ja. Bij de eerste band zat je nog een beetje zo van. Nou ja, het is de eerste band. Dus hopelijk is het volgende beter. Maar het is niet heel slecht. Bij de band daarna was het zo. Leuk, ook weer eens dit. Nou. In ieder geval. Vond ik. Zoes ook niet zo heel erg goed. Ik vond Jeroens stem ook niet zo lekker passen bij de muziek. Of de muziek kwam er niet goed uit, of weet ik voor wat. Nee, en niemand was aan het swingen, zeg maar, had ik het idee. En die eerste band had een hele enge vent. Of was dat de tweede band? Was... Nou, boeit wat. Ja, nou ja, en toen ze... Oh ja, nou komt er nog een heel verhaal achteraan. Want toen ik samen met Manon terugging naar Vlaardingen, want ze had de nacht daarvoor al bij mij overnacht. Toen werden we op Rotterdam, belden ze op Rotterdam naar de ouders. En haar ouders dachten dat Manon had gezegd dat ze om 1 uur thuis zou zijn. In ieder geval, volgens mij was dat het. En dat was het dus niet. Of in ieder geval, ze zou nooit om 1 uur thuis zijn. En ik had al met Manon afgesproken van dat ik een beetje, dat we nog, in ieder geval, het was een beetje de planning dat we nog
gewoon bij elkaar bleven, zeg maar, voor iets langer dan na de na-meeting bij Annelie. Maar ja, in ieder geval, toen zijn we teruggegaan naar hier. Nou, we hebben gegeten, bij elkaar geweest en ging de tas. Heel gezellig gehad. Jullie gaan me lekker fantaseren, ik vind het alles best. Nou, in ieder geval, toen ging ze om 9:15 weer naar huis. Nog ver van de laatste trein. Want haar ouders vinden het niet goed als ze met de laatste trein meegaat, want dan kan ze die weer missen. Ja, en dan waar moet ze dan blijven, ja. Maar ja, in ieder geval, ja, haar ouders die hebben een beetje, volgens mij, problemen. Die vinden met dat hun oudste dochter nu een vriend heeft. En dat die vriend wel eens komt overnachten. Of ja, dat hij überhaupt vaak, nou ja, vaak komt niet langs, maar gewoon eens in de week langskomt of zoiets. Of dat zij, nou ja, bij mij langskomt. Nou, dat was in ieder geval heel raar gedoe. En ja. En oh ja, nou kwam ze om 11:45 thuis. Het duurt echt gewoon 3 uur om daar te komen. En ja, toen waren haar ouders niet zo blij. Want zij hadden gedacht, oh, die is om 1 uur thuis. En tijdens het telefoongesprek op Rotterdam hadden ze eigenlijk gezegd van, jij mag een beetje bepalen hoe laat je thuis komt. In ieder geval, zo kwam het op mij over. En dat bleek dus, of niet zo te zijn, of in ieder geval, Manon kreeg de wind van voren omdat haar ouders best boos waren of bezorgd, weet ik veel wat. In ieder geval, ik mag nu komend weekend niet bij haar langs van haar ouders. Dus ja. Daar zijn we allemaal dingen aan het denken om daar omheen te werken. Dus we zien wel wat het wordt. Ja, anders moeten we heel lang op elkaar wachten. Maar ja, ik heb denk ik wel weer genoeg verteld. Dat was een lang blok. Hey, mazzel.